Opnieuw is een CDA-raadslid in Maasdriel in opspraak. Deze keer draait het om Van Doren, die betrokken zou zijn bij een vechtpartij. Hard plastic is moeilijk te recyclen, maar met een uitvinding van de Wageningen Universiteit gaat dat bijna vanzelf. En dan kunnen we hem zo eigenlijk laten hangen en dan groeit hij vanzelf weer vast. Stem vooral op zaken die in jouw provincie spelen. Die oproep doet de voorzitter van de Eerste Kamer in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. En dan zal ook vanzelf jouw belang ook hier worden verdedigd in de Eerste Kamer. Goedenavond. Opnieuw is er gedoe in Maasdriel om een CDA-raadslid. Het gaat om de nummer 2 van de lijst van het lokale CDA, Antoine Van Doren. Hij was gistermiddag betrokken bij een knokpartij op het voetbalveld en hij zou daarbij een van de speelsters hebben mishandeld. De bewuste speelster heeft aangifte gedaan tegen het raadslid. Dit zijn beelden van de arrestatie van het raadslid. Hij is meegenomen door de politie. Hier bij voetbalclub HRC 14 in Heurwenen vond het incident gistermiddag plaats. De vrouwen van HRC, waarvan Doren een van de leiders is, speelden tegen RKTVC Vrouwen 1 uit Tiel. En daarbij ontstond het opstootje. Eigenlijk zijn er twee versies van dit verhaal. Volgens het team uit Tiel was het raadslid vervelend. Hij werd erop aangesproken door een van de vaders van de speelsters en die greep hij bij de keel. Toen de spits ertussen kwam, greep hij ook haar bij de keel en ook zou hij haar hebben geschopt. Geen van de betrokkenen wil voor de camera op het incident reageren, maar raadslid Antoine Van Doren vertelt een ander verhaal. Hij zegt juist dat hij werd aangevallen door de andere man. En toen hij zich probeerde af te weren, kreeg hij ook nog eens een keer het hele team van de tegenstander op zijn dak. Het raadslid geeft aan dat hij zelf aangifte gaat doen. Het is de tweede keer in korte tijd dat de CDA-fractie in Maasdriel in opspraak komt. Anderhalve maand geleden liet raadslid Georges Pardoel een pony achter op een terras in Den Bosch. De voorzitter van CDA Maasdriel laat weten dat hij het verhaal van het raadslid gelooft en dat hij achter hem staat. Ja, dit hier is een stuk hard en recyclebaar plastic dat, wanneer je doorknipt, in een paar minuten weer aan elkaar groeit. Ontwikkeld bij de Wageningen Universiteit door een organisch chemicus die er 4 jaar mee bezig is geweest. Een uitvinding die op allerlei manieren toegepast kan worden. Nou, ik ga een stukje plastic dat ik gemaakt heb, ga ik door midden knippen. Ze hebben echt 2 losse delen. Die leg ik vervolgens tegen elkaar aan en dan kunnen we hem zo eigenlijk laten hangen. En dan groeit hij vanzelf weer vast. Binnen een paar minuten zitten de plastic stukken dan weer aan elkaar vast. Het is een soort chemisch-fysisch proces. Dus als je een materiaal warm maakt, dan maak je eigenlijk het materiaal beweegbaar. Zullen uiteindelijk deze einden elkaar opzoeken en aan elkaar vast komen te zitten. Plastic kun je eigenlijk het beste zien als een netwerk, een beetje zoals een doelnetje. Wanneer je dat door de midden knipt, dan zie je bij conventionele harde plastics eigenlijk dat het gewoon permanent is, dat het kapot is. Met onze materialen specifiek zie je eigenlijk dat we die knoopjes opnieuw kunnen leggen. Dus op het moment dat je ze ergens losmaakt, zullen ze ergens anders weer gewoon opnieuw aan elkaar vastknopen. En op die manier kun je eigenlijk het materiaal recyclen en ook op die manier zelf helen. Wat voor winst valt er te behalen? Een gigantische winst. En hoeveel je ziet dat er op dit moment niet goed gerecycled wordt en in het milieu komt, in de oceanen terechtkomt. Als we dat eigenlijk allemaal weg kunnen nemen en het nieuwe materiaal introduceren, nou, dan zijn we gewoon een stuk verder van het hele grote plastic probleem af. Wat kan daar recyclable worden qua plastic? Overal waar je een kunststof ziet, zou je dit soort materialen kunnen toepassen. Dus dat kan zijn in een vliegtuig, dat kan zijn in een autoband, in een schoenzool. In Amerika wordt het met een ander materiaal samen al gebruikt. Materialen zijn samengesteld van plastics en nog een hard materiaal, dus een vezel, om op die manier materialen nog sterkere eigenschappen te geven. Auto-onderdelen, waarbij toch mechanische sterkte heel belangrijk is en de vezel zorgt daarvoor dat die echt gewaarborgd wordt. Nou, stel je voor dat Max Verstappen ergens een crash heeft, een scheur in een onderdeel heeft. Je loopt er met de föhn naartoe, je maakt het warm, je drukt het tegen elkaar aan en hij kan weer doorrijden. De verkiezingen van volgende week gaan niet alleen over de Provinciale Staten en de waterschappen, maar gaan ook effect hebben op de landelijke politiek. De leden van de Provinciale Staten kiezen straks namelijk een nieuwe Eerste Kamer. Toch moeten kiezers hun stem daar niet van af laten hangen, vindt de voorzitter van die Eerste Kamer. Ik raad mensen altijd aan om echt in eerste instantie te kijken naar het provinciale belang. Dat ligt het dichtstbij. Dus focus op die provincie is mijn advies altijd. En dan zal ook vanzelf jouw belang ook hier worden verdedigd in die Eerste Kamer.
Anton Kanis en Marjolein Faber zitten op dit moment allebei in de Provinciale Staten van Gelderland en hopen na de verkiezingen plaats te mogen nemen in de Eerste Kamer. Nou, ik denk dat dat echt als Gelderlander aan zich niet zo heel belangrijk is. Maar wat wel belangrijk is, is dat alle windstreken vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en stikstof. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat Gelderse geluid wel belangrijk is. Want juist bij ons op de Veluwe is dat stikstofprobleem het allergrootst. En ik ben wel met meneer Kanis eens dat het wel belangrijk is dat alle windstreken vertegenwoordigd moeten zijn hier in de Kamer. Voor Kanis is dit allemaal nieuw, maar Marjolein Faber zit inmiddels al 12 jaar in de Eerste Kamer. Zij heeft dus wel een tip. Blijf gewoon jezelf en mouwen opstropen en gewoon aan de slag. Lees je dossiers en als je maar je dossiers kent, dan kom je een heel eind. En dan kan je in feite elke minister aan. Maar wat gaan we als Gelderland merken als Kanis en Faber straks in de Eerste Kamer zitten? We legden ze allebei een aantal stellingen voor. In de Eerste Kamer ga ik... zo snel mogelijk Rutte en Kaag naar huis sturen. Daar ga ik alles aan doen. Een nieuwe generatie vertegenwoordigen. Gelderland merkt straks dat ik in de Eerste Kamer zit door... doordat ik zaken die ik hier leer en die ik hier hoor weer mee terug te nemen naar de Provinciale Staten en ze daar te delen. Dat het hier ook over de Veluwe, de Achterhoek of het Rivierenland gaat. Ik zit liever in de Eerste Kamer dan in de Provinciale Staten. Nee. Op de website en app van Omroep Gelderland zijn nog veel meer stellingen te zien. Zometeen meer over klimaatstrijders op leeftijd. Grootouders voor het klimaat willen voor hun kleinkinderen later ook een goede aarde. Een goede plek om te wonen zoals wij zelf best een mooie tijd achter ons hebben. Het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zevenaar gaat het aanmeldcentrum in Ter Apel helpen. Vanaf vandaag moeten nareizende gezinsleden van asielzoekers met een status zich daar melden. Het gaat om 200 tot 300 mensen per week. In Zevenaar wordt al sinds 2021 proefgedraaid met de opvang van nareizigers. Ze worden daar in 3 hotels opgevangen. Daar blijven ze totdat de procedure bij de IND klaar is. Waarna ze naar familie of een andere asielopvang gaan. Een man uit Westervoort is gisteravond bij een overval in zijn woning gewond geraakt toen hij in zijn gezicht werd geslagen. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De overval gebeurde rond 11 uur gisteravond aan de Ganzenpoel. De daders gingen er naar de overval vandoor. De politie heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden. Zo'n 5000 handtekeningen zijn er vanmiddag aangeboden aan Waterschap Vallei en Veluwe. De ondertekenaars zijn tegen het plan om vervuild grondwater ongezuiverd in de Rijn bij Wageningen te lozen. Nou, deze stapel met de handtekening wil ik u graag overhandigen. Die kunt u op uw gemak doorlezen. Dank. Deze om mee te beginnen. Mm-hmm. En dan wil ik u ook hierbij symbolisch de petitie overhandigen. Een petitie met zo'n 5000 handtekeningen is vanmiddag aangeboden aan Waterschap Vallei en Veluwe. De ondertekenaars zijn tegen de plannen om vervuild grondwater ongezuiverd te lozen op de Rijn bij Wageningen. Grondwater is vervuild geraakt door de kunstzijdefabriek in Ede. Het waterschap zit met dat vervuilde grondwater in haar maag omdat het beetje bij beetje richting een natuurgebied stroomt. Zuiveren zou te duur en te ingewikkeld zijn, aldus het waterschap. Maar de ondertekenaars van de petitie vrezen juist voor de gezondheid van de Rijn en voor recreanten die daarin zwemmen. We gaan straks als bestuurders met elkaar in overleg. We zullen de zorg die jullie uitspreken en die raakt ons echt, zullen we meenemen in onze overwegingen. Ja, zojuist is bekend geworden dat de actievoerders hun zin hebben gekregen. Er zal dus geen vervuild water ongezuiverd de Rijn in worden geloosd. Het is voor hen zelf misschien minder belangrijk, maar wel voor hun kinderen en zeker voor hun kleinkinderen. De groep Grootouders voor het Klimaat groeit en heeft sinds kort ook een regionale tak vanuit Huissen en Arnhem. Daar worden aardappels gepoot straks en dan is het ook nodig dat het goed uitgeharkt wordt. Zou jij dat willen doen? Oké, ga ik doen. Ja, ja. Nou, dat gaan we. Op deze stadslandbouw in Arnhem produceren klimaatgrootouders groenten voor de voedselbank. Biologisch natuurlijk. Grootouders voor het klimaat willen voor hun kleinkinderen later ook een goede aarde. Een goede plek om te wonen zoals wij zelf best een mooie tijd achter ons hebben. Een tijd waarin het klimaat flink achteruit is gegaan. Daar schaam ik me ook een beetje voor. Als ex-hippie, zo noemde ik dat toen. Met allerlei idealen en mooie dromen over de wereld. En die mooie dromen die heb ik nog. En om die dromen te laten uitkomen, richten klimaatgrootouders zich ook tot de politici in het Arnhemse provinciehuis. Provinciale Staten erop wijzen dat wij graag
een nieuw bestuur zien dat zal dragen voor de toekomst, voor onze kinderen. En het is heel raar om dan te denken in links en rechts, want het klimaat is voor iedereen, dat is niet links of rechts. De klimaatgrootouders lezen ook voor aan kinderen in de bibliotheek om te vertellen over onze wereld en hoe je daarmee om moet gaan. En als het nodig is, willen sommige opa's en oma's zelfs een stapje verder gaan. Gaat u zich ook vastlijmen aan de snelweg? Ik heb het wel overwogen, ja. Ja, de laatste keer bij de A15, toen had ik wat anders te doen met mijn gezin. Maar de volgende datum heb ik wel in mijn agenda staan, ja, dat er in Den Haag weer zoiets gaat gebeuren, ja. Dan nog het weer. Gelukkig scheen de zon vanochtend nog even een tijdje. Vanavond is het bewolkt en valt er op steeds meer plaatsen regen. Ook vannacht regent het van tijd tot tijd bij temperaturen van 2 tot 3 graden. Morgen gaat de regen over in natte sneeuw. Het wordt maximaal 3 of 4 graden. In de nacht naar woensdag vriest het op een paar graden. En is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Na de winterse buien wordt het later in de week wat zachter. Wel is er ook dan weer kans op regen. Tot zover deze uitzending. Op onze app vind je altijd het laatste nieuws. Voor nu, een mooie avond verder.